Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik zit hier samen met Myron of course en we gaan even heerlijk ontbijten. We hebben hier in de aanbieding chocopasta, hagelslag, jam, boter, kaas en we hebben kipfilet, cappuccino, lekker sappie, een lekker broodje en dat is het ontbijt voor vandaag. Een eitje. En een eitje, heerlijk. Lekker eitje. Dus we gaan even heerlijk ontbijten en dan hebben we vandaag echt iets heel erg moois, iets heel erg bijzonders op de planning. Ja. En dat gaat ook wel heel erg leuk zijn als verrassing voor opa en oma. Ja. Het is ook echt een verrassing voor jullie. Ik weet zeker dat jullie het niet zagen aankomen. En het was ook niet de bedoeling eerlijk gezegd om het nu te doen. Maar deze kans was zo mooi, die moesten we wel pakken. Later daarover meer. Nu eerst even ontbijten. Oeh, lekker. Oh, zo lekker. Wat is er? Ik kan er echt niet tegen. Hoezo? Ja, gewoon dat je dan zo snel eet. Wat lekkerder is als je het in 3 happen doet. Nee, ik geniet er echt van. Ja? Oké, dan is het goed. We hebben deze plank nog, die we nog helemaal niet hebben uitgepakt. Die hebben we sowieso eerst eventjes gelaten in zijn eigen omgeving. Het is dus echt nodig als je een plant koopt in een tuinwinkel. Dat je dan hem inpakt, omdat het buiten zo koud is en in die tuinwinkels is de bepaalde temperatuur voor de plant. Dus ik zou zeggen, pak hem altijd in, dat is echt belangrijk. We hebben hem eventjes zo gelaten, maar het is nu tijd om hem vrije ruimte te geven. Daar gaat hij. Yay! Voilà. Oh, een bloemetje. Oh, bloemetje! Ja, die is een beetje geknapt of zo lijkt het. Maar misschien als hij water krijgt dat hij nog goed gaat, toch? Ja, dat er een nieuwe uitkomt. Ja. Maar dit gaat wel een mooi plekje krijgen. Waar weet ik nog steeds niet. Nee, we moeten nog even bedenken. We hebben hem heel enthousiast gekocht. Er is niet echt een plek nog, maar hij moest in ieder geval voor het raam, zei ze toch? Hij moest veel licht krijgen. Klopt. Ja. Hij is wel echt mooi. Voilà. Oh, daar ligt ook een bloem. Oh, dat was die. Die hoorde hierbij, denk ik. Denk ik ook. Die heeft gewoon dubbel gezeten. Heel nice. Nou, meteen even wat water geven. Ja, dat lijkt me een goed plan. Het is wel echt een hele mooie, hoor. Ja, ik vind hem ook heel mooi. En hij moest dus bij het raam staan, hè? Klopt, in het licht. Dus ik denk dat we nu gewoon daar tegenaan zetten. Ja, zet hem maar gewoon even ergens neer. Hij moet nu even wennen aan de omgeving. Precies. En dan later moeten we hem ompoten, hè? En we moeten hem 1 keer in de 3 weken bemesten. Echt? Ja. Wow. Dus we hebben er wel wat werk aan. Ja. Nou, ben benieuwd of er meer uit deze toppen komen van die mooie bloemen. Nou, bij Shiona ging dus 1 keer in de 2-3 jaar kwamen er bloemen aan. Ja, echt leuk. Wat vaker. Ja. We gaan het zien. Dit is wel een heel erg mooi moment. En officieel mocht het gisteren al, maar we hebben voor de zekerheid een extra dagje genomen. Mijn auto die staat daar klaar om gereden te worden. Ik heb hem alvast even aangezet, zodat de auto even warm kan worden. Maar de auto van Myron die staat eigenlijk al te lang buiten. En dat vind ik heel erg zonde. Vooral omdat deze auto zo ontzettend gaaf is. Zo mooi. En die verdient gewoon een plekje lekker droog. Dus Myron die gaat nu voor de allereerste keer de auto in de garage zetten, dames en heren. Want zoals jullie zien, de auto is heel erg vies geworden omdat hij buiten staat. En dat is gewoon niet de bedoeling. We gaan hem sowieso wassen, zodra we daar de tijd voor hebben. Maar in ieder geval om het niet erger te maken, gaan we ervoor zorgen dat de auto nu binnen wordt gezet. Oh, wat een lekker geluid. Perfect. Echt perfect. Het staat echt mooi in, hè? Ja, hij moet echt schoongemaakt worden. Het staat echt super mooi, maar inderdaad, dus zodra we kunnen gaan we hem schoonmaken. Hij is voor mij dezelfde kleur als de vloer. Ja, klopt. Hij past er echt perfect bij. Zo kijk. Ja. Echt nice, babe. Dus vanaf nu kunnen we altijd de auto's binnenzetten. Klopt. Zo fijn. Ja, en dit gaan we niet tegengaan. Snap je wat ik bedoel? Dit gaan we niet voorkomen, want je rijdt altijd die bandensporen naar binnen. Maar ik zat nu al van, nu wil ik eigenlijk dat schoonmaken. Ja, snap ik heel goed. Wat je naar binnen rijdt qua bladeren en viezigheid, ja, dat hoort er gewoon bij. Dat is logisch. Ja. Maar als het goed is, kan de vloer wel tegen een stootje. En is die daar bestemd voor. Ja. Dus dit is perfect. De eerste auto staat er. En we gaan nu met de Lambo vandoor. Let's go. Let's go, baby. En hier, dames en heren, hebben we de Batmobile.
Dat vind ik nog steeds echt een super bijpassende naam voor deze prachtige auto. De Porsche Panamera 4S Diesel. Oh, zit een lekkere kak hier bij het handvat. Zo, deze auto gaan we ook even in de garage zetten. Moet je kijken, joh. Echt niet oké. Echt niet oké. Morgen, zodra we thuis zijn, meteen de auto's naar de wasstraat. Ja, gaan we doen. Want dit kan echt niet. Nee. Maar ja, het is ook logisch, want ze moesten gewoon buiten staan. Dus ja, dan hadden we er een hoes omheen moeten doen. Dat had op zich wel gekund. Maar als je met de auto moet rijden, dan moet je elke dag die hoes erop en eraf doen. Oh, dat raam is ook zo vies. Gelukkig zit er een wrap op. En ook op die van mij zit een doorzichtige wrap. En op de Lambo zit natuurlijk de rode wrap. Dus de lak, zeg maar, wat eronder zit, blijft wel echt goed beschermd. Nu hopen dat hij gaat starten. Hij zou een probleempje hebben. Hij start niet zeker. Hij heeft te lang buiten stilgestaan, denk ik. Ja. Dat hadden we toen ook met jouw auto. Klopt. Oh, accu leeg. Accu leeg. Oké, gaan we fixen. Oké, goed. Toch nog even buiten staan, jongen. Helaas. Nou, dat is wel een klein probleempje voor nu. Maar ja, zodra de accu weer vol is, dan meteen even rijden. Ja. Ja, dat kunnen we wel fixen. We moeten sowieso eigenlijk even startkabels halen, want die hebben wij niet. We moeten elke keer iedereen vragen. Ik weet zeker dat die buurman startkabels heeft. Ja, dat weet ik zeker. Maar dit gaat goed komen. Dit gaan we later fixen. Voor nu, we gaan er lekker vandoor. En dit komt nog wel. Dit is zo vet om te zien. Ja. Marion die zegt in één keer van wow, dit is waarschijnlijk hoe het vroeger was, een apotheek. En dit is gewoon in Zeist. Ik wist helemaal niet dat dit er was. Ja, ik kijk hier altijd naar. Ik vind het echt een mooi gebouw. Check dit. Yo, ik ga gewoon even naar binnen. Het ziet er zo vet uit. Holy moly. Gewoon echt een super oude apotheek. Ja, heel cool. We hebben even een cadeautje gehaald, want vanavond gaan we naar een housewarming party van Davy en Janine. En die krijgen een kleine meid. Echt superleuk. Dus hebben we even een cadeautje gehaald. Oh. En hij scheurt hem. Ik pak hem zo vast met mijn duim en ik maak hem open. Ah, maar niet uit. Klein stukje maar. Ja, perfect, hebben we ook weer gedaan. En nu echt naar het noorden. Ja, we gaan nu naar het noorden en dan gaan we daar... iets heel erg moois doen. Oh. Echt zin in. Echt heel erg veel zin in. En ik heb gisterenochtend voor het eerst weer gesport. En ik heb een partijtje spierpijn. Fijn hoor, dat is toch top. Ja, dat is wel top, ja. Dan denk je wel van, oké, heb ik wel echt iets gedaan. Ja, zeker weten. Ja. Wat? Dit is zo toevallig. Dit is echt... Oh, we gaan eerst even op de foto. Even de auto aan. Brum. Hallo. Kijk eens aan. Alsjeblieft, hè. Hey, fijn weekend. Oké, dames en heren, dit is echt zo toevallig. Ik zat gewoon heel even nog te chillen hier in de auto. En Marion ging even koffertje te halen bij... Hè? Starbucks of course. Juist. Another day, another? Starby. Oké, dat is de motto. Maar in één keer loopt iemand naar me toe met een camera al filmen. Dus ik dacht, hè? Dus ik kijk, wie is het? Tilter! We zijn er! Hey bro! Dit is zo geniaal. Dit is echt geniaal. Dit is gewoon... Wow. Ik weet niet, het universum brengt ons gewoon weer samen. Must be. Ja! Dat is zo gek. Dus en ja, wat heel erg mooi is, is dat jij bent bezig met je promo voor je tour. Klopt. Je gaat de eigen tour doen. En Piotr die heeft dus als promo dat hij bij elke zaal waar hij gaat optreden, dat hij daar zijn poster gaat plakken en op die manier promo gaat maken. Maar toen dacht ik... Ik ga je helpen bro met de promo. Dus als jullie fans zijn van Piotr, dan weten jullie het waarschijnlijk al, maar zo niet. Dan check zijn muziek. Piotr, kan je alles van hem vinden. Hij heeft nieuwe shit gedropt. En je gaat dus een tour doen. Klopt, in februari. In februari. En als je tickets wil halen, check even het linkje in de beschrijving. Maar wat kan je dan verwachten? Het nieuwe nummer van On My Way gaan we even luisteren. Laten we hem pompen. Juist, let's go. Ik hoop dat je auto een goede box heeft, maar daar vertrouw ik wel. Jawel. Dat zit wel goed, dat okay, zit wel lekker, goed. Lekker man. Dit is de banger van mijn album eigenlijk hoor. Ja, dit is wel een hype nummer, daar hou ik van. Lekker hè? De kerk, de hart aan het werk. Met een droom van de stage. Het voelde ver weg, nu zie ik de plek waar ik al zo lang voor leef. Maar nu ik het heb, moet ik weer verder. Dat is altijd geweest. Weer onderweg, on to the next. Ik ben nog steeds zo. Ik ben al jarenlang, dagenlang, elke dag aan het doen wat ik moet doen, wat ik weet. Het was nog een hobby, nu pakken we money. Is nog niet zoveel, maar tenminste ik leef. Ik heb al zoveel gezien, maar ik geloof echt nog niet dat dit het einde is. Als ik de pijn richt, dan is het over, mijn vriend. Wow. Ongelooflijk. En er is nog veel meer muziek, maar dat, ja, je gaat daar allemaal optredens doen. En, klopt. Dus heel ja, nice. Dan schat. Goed hoor. Ja, misschien even een van die toertjes even bezoeken. Ja. Van harte welkom. Dat zou wel echt leuk zijn. Ja, van harte welkom. Lijkt me gezellig. Nodig me uit.
Ja, bij deze. Yes, let's go! Op de lijst. Ik was aan het wachten, man. Yes. We staan met z'n twee op de lijst plus één. Oké, okay, ja, ja, drie dus. Juist. Nice. Ja, oh, lief, lief, lief. Nee, maar sowieso leuk, man. Wat ik al zei, het had zo moeten zijn dat we elkaar hier weer even treffen. Ja, ja trouwens. Hoe is het met je vriendin? Goed, zeker nice. Weten. Is ze hier of in Albanië? Nee, ze is gewoon, ze zit veilig thuis nu gewoon in Nederland. Oké, okay. Ja, in de regen dus. Dat wel. Ja, dat vind ze wel jammer, maar ja. Ja. Oké, okay, nou ja, goed. Heb je nog verder leuk nieuwtje? Ja, dit was eigenlijk het mooiste nieuws, hè? Zo, dat ja, eigenlijk gaat. Wel. Ja. Weet je wat echt heel erg gek is? Dit is echt heel erg gek. En daarom vind ik het ook zo mooi dat we elkaar nu, zeg maar, uit het niets tegenkomen hier bij het tankstation. Maar het, een van de eerste dingen die ik tegen Piotr net zei, zo van, yo bro, besef gewoon, weet je hoe gek het is? Dat Marion die is zwanger, hè, die krijgt een kleine, ik word papa, sowieso al gekke werk. Maar Marion en ik gingen terugrekenen. En het is dus sowieso een feit dat of in Albanië of in Kosovo de kleine is verwekt. Ja, dat is een hele mooie dus, plek voor de liefde. Dat is wel echt, ja. Omdat jij altijd vol lof praat over natuurlijk Albanië. Omdat je vrouw daar vandaan komt. Zeker. En we hebben daar toen ook een toertje even gehad van jou. En toen gingen we ook van echt super erge luxe naar in één keer echt een, ja, zeg maar, krottenwijk. Een soort van, klopt, ja, achterstandsbuurt. En dat was echt een zieke overgang. En daar heb ik echt nog veel van meegenomen, zeg maar. En vaak aan teruggedacht. En ja, om dan nu in één keer zo dat verhaal rond te krijgen, dat daar dus een kleine is. Ja, ja, dat is wel bijzonder. Ja, ik vind dus ook dat hij een Albanese naam moet krijgen. Maar wat zijn Albanese namen? Ja, stuur even een lijstje met Albanese namen. Okay. Dat vind ik wel leuk. Ja. Misschien kunnen we dat. Want dat is geen Henk, Jan of Peter of zo. Nee. Maar wat zijn dan Albanese namen? Ik weet het niet. Nou ja, kijk, mijn vrouw heet natuurlijk Angela. Maar eigenlijk is het Angela. Met een, dat schrijf je met een X en een H. Oh ja, precies. Toch heel veel vrouwennamen eindigen op een A. Oké, okay. Anna? Ik vind Emma. Ja. Ik vind Dorata een mooie naam. Dorata. Dat betekent cadeau. Dorata, hoor. Maar dan klinkt moet het ook wel als een lekker broodje zwanger. Dorata. Hey, wie wil Dorata? Maar dan moet het wel, ja, als het een meisje is dan. Ja, precies. Maar dat is ook zo. Voor ieder ander is een naam, heeft een andere betekenis. Klopt. Want soms heb je bij een naam dat je dus denkt, nou, ik denk dus aan een lekker zwarma broodje. Ja. Ja, toch? Maar zo heb je met namen, noem nog eens een naam, kan dat? Een Albanese naam? Ja. Ja, dat vind ik wel een grappige naam. Sommige meisjes heet ook Pranvera. Wow. En dat betekent lente. En in het Nederlands is lente ook een meisjesnaam. Ja, klopt. Dat vind ik wel grappig. Dat is wel mooi, ja. Ja. Nou, we gaan nog even goed over nadenken. Vooral ik, want Marion heeft al meer namen, maar ik heb er nog steeds maar één. Misschien is die ene dan meant to be, maar... Ja, we willen het naast elkaar leggen, dat ik zeg maar mijn namen aan hem vertel. En dat hij dan matcht. Ja, precies. Dat, ja, nice, dat is een beetje het idee wat Marion en ik hebben. Meant to be is. Ja, ja, daarom. Er zit er wel eentje tussen. Ja. Maar goed, hey bro, succes vandaag nog. Dankjewel. En weet je wat goed echt gek is? Als we elkaar straks weer zien... Ja, dan... want we gaan allebei naar Groningen. Ja, nu. Wat? Marion en ik gaan straks naar Groningen en jij gaat naar Groningen voor je tourpromo nog. Dus dat zou echt gek zijn. Maar goed, we hebben elkaar in ieder geval één keer gezien, misschien een tweede keer. En anders dus bij een tour of hopelijk al eerder een keer. Zeker, man. Doe je groetjes aan je vrouw? Doe ik. Oké, okay, wij gaan ook door. Is goed. Rustig aan. Love. Leuk om ook je vader te zien, man. Lachen, hè? Jullie lijken op elkaar. Ja. Dat is crazy, hè? Ja, dat is echt ziek, ja. Je lijkt hij was ook vader. Trots. Echt leuk. Echt mooi. En de ander was het... Hij is een beetje mijn cameraman, zeg maar. Ja, cameraman. Gewoon een vriend. Okay, cool. Ja, anders dan halen we je pa even een auto. Ja? Ja, tuurlijk. Okay. Laten we hem hier even zitten. Oké, is goed. Maar weet je wat ik echt zo mooi vind? En daar kan ik echt emotioneel van worden zelfs, is dat Piotr, die is dus samen met zijn vader en dus de cameraman onderweg om dus naar al die zalen te gaan waar hij gaat optreden voor zijn tour. Maar dat doet hij dan samen met zijn vader. Hoe cool is dat? Er is geen betere support van je vader, toch? Laten we eerlijk zijn. Ja, dat is echt zo. Hey! Hij komt ook aangerend. Mark, kom erbij! Let's go! Goedemiddag! Hier hebben we Mark namens hallo, 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 hallo. Volgens mij zit ik op dit moment niet alleen naast de vader van Piotr, maar ook de nummer 1 fan van Piotr. Ja, zeker. Vanaf het eerste moment. Ja, want ja, hoe zeker. Mooi dat je nu samen met je zoon dan naar plekken gaat, naar zalen, om te promoten voor ja, zijn tour. Ja, super. Dat is echt heel super. Dat is heel bijzonder. En we zijn ook super trots op hem. Maar we zeggen altijd, we hebben twee zoons. En op Boris zijn we ook altijd super trots. Ah, dat vind ik heel mooi. Ja, zeker. Wow. Ja, wow. Ja. Wow. Ja, die gaat een andere weg, maar daar zijn we ook super trots op. Dus, nou, dat is wel echt super mooi. Ja. Dat is echt super mooi. En had je ooit verwacht dat Piotr wat met muziek ging doen of niet? Nou, het was op een gegeven moment, toen was hij bezig met zijn studie. En toen bleek dat hij ook
met muziek bezig was. En we wisten vroeger altijd wel van, nou ja, hij maakt altijd drukke rapjes. Want mijn vrouw zei, doe eens even rustig aan met die drukke rapjes aan tafel. En toen op een gegeven moment was het wel serieus. En toen begonnen wij het ook steeds mooier te vinden. Oh ja. En toen we hebben wel gezegd van, dat heb ik volgens mij gezegd, maak wel je studie even af. Oké. Dat heb ik gedaan, hè? En dat heeft hij ook gedaan. Wauw. En daar is hij nog steeds heel blij mee. Ja. En en toen vol voor zijn carrière gegaan. Wow, echt mooi, echt super mooi. Trots. En heeft u zelf wat met muziek, qua muzikaal? Een beetje gitaar spelen en zo, maar daar houdt het wel mee op. Maar, dus wel iets van muzikaal? Ja, maar ik denk wel ook veel met taal. En dat heeft u misschien wel een beetje van mij meegekregen, want we hebben natuurlijk super goede teksten. Ja, toch? Nee, dat is zeker beter. Ja, lyricaal kan ik er niks. Ik kan het zeker niet beter. Nee. Dus wat dat betreft. Ja. Dus nee, echt super mooi. Ja. Maar mag ook zeker trots zijn op Jotter. Want ik ben echt super trots. Hele vriendelijke, lieve, vrolijke jongen. Ja, zeker. Ja. We zijn heel blij met hem en trots. En zijn vrouwen natuurlijk. Ja, Annie zijn we super blij mee. Het is echt bijzonder om een schoondochter te hebben. En voelt heel goed. Vanaf het eerste moment dat wij zagen, was bij ons haar in ons hart gesloten. Wow, ik zie ook nu van wie die happy vibes heeft. Voor je papa. Nee, cool. Oké, super tof. Heel erg waardevol dat je even in de vlog wilde komen. Zeker. Dankjewel. Ja, leuk ontmoeten. Ja, eens gelijks. En succes met de tourpromo. Ja. Dankjewel. 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 Ja, is goed. Rustig aan, bro. Rustig aan. Hey, hoi. Ciao. Ja, doei. Zo zitten we weer. Hoe mooi is dat? Ik ben helemaal aan het lachen. Ja, lief. Hé, wat is dit? Hoezo? Dat is een verrassing voor jou. Oh, ik dacht misschien heeft de kleine er zin in. Voor na het broodje dacht ik lekker samen nog een toetje. Oh, zo fijn dat je dat doet. Lief, hè? Dat je ook gewoon denkt, ik doe dat gewoon. Ja, ik doe dat gewoon. Ik zo fijn. Maar dat wou ik wel pas na het broodje doen. We gaan eerst even lekker broodje eten en een koffietje drinken. Oh, lekker. Proost, schatje. Sowieso, vandaag is zo'n mooie dag. Ook om nooit weer te vergeten. Geniet, staat er ook nog eens op. Bij mij staat Sam. Proost. Goed. Cheers. Maar het was overleden. Van achter de kerk, de hart aan het werk. Met een droom van de stage. Het voelt ver weg, nu zie ik de plek waar ik al zo lang voor leef. Maar nu ik het heb, moet ik weer verder. Dat is altijd geweest. Weer onderweg, on to the next. Ik ben nog steeds zo. Ik ben al jarenlang, dagenlang, elke dag aan het doen. Ik moet nog even leren uit mijn hoofd. Maar ik vind hem wel echt heel erg nice. Dus ga hem checken. Staat op Spotify, Pjotter, On My Way. En zoals hij dus nu ook on my way is voor de tourdata's. Het is hem echt gegund, serieus. Ja. Let's go, dames en heren. Let's go. We gaan verder. We gaan naar Hoogeveen. Daar gaan we namelijk even inchecken bij het hotel. Nou, daar gaan we. Even oefenen, schat. Ik ben alvast even aan het oefenen met een lekker labeltje met cheesecake. Daar komt een vliegtuigje aan. Hij wil landen in je mond. Ja. Oeh, die zijn zo lekker, hè, die cheesecakes. Helemaal. Ik doe lekker mee met de gravy's van Myron. Lekker bukkie. Kijk, dames en heren, daar is oma, de Eskimo. Helemaal ingepakt. Hey, oma. Eskimo! Hallo! Wat ziet er mooi uit? Ja, ik zeg het hier op, ik ga naar buiten, zo kom ik vast zo. Stappen jullie achterin? Ja. Komt u maar zitten, mevrouw. Zo! Met een autootje. Zo schattig, opa stond voor het raam te kijken, maar die dacht dat we van die kant kwamen. Oh, dat is toch dan. Oma, wel lief doen naar opa. Ja, man, zag je niet dat ik zo deed in jou? Nee, natuurlijk niet. Ja. Ik zit die kant op te kijken, ik kom altijd van die kant. Ja, wij komen altijd van die kant, ja. Nu de eerste keer van deze kant. Ja, zie je wel, ik zit, we komen van die kant. Dag weer, Ron. Hallo, opa. Hoe gaat het? Goed, en met jou? Ja, helemaal goed. Mooi zo. Wij moeten naar rechtdoor, hè? Ja, is dat zo? Ja, boven de brug. Nee, je wel kan... waar of niet? Nee, je moet zo kom erin. Oh, dat wist ik niet. Ja, dat komt dat ik altijd op de fiets ga. Ja, oma die gaat altijd op de fiets. Maar we zitten dus nu in de auto en we zijn er bijna. We komen dus net van opa en oma hun huis. En we gaan nu een bezichtiging doen bij een appartement aan de Vaart in Assen. Met open oma. Hoe leuk is dat? Ja, dat is echt leuk. Dat klonk heel leuk. Ja, stel voor... Ik weet wel waarom je dat doet. Ik weet wel waarom je dat doet. Wat? Een appartement en een vader kunnen wij vaak oppassen. Ja, dan hebben we meteen oppas voor de kleine. Ja, dat bedoel ik. Op veel plekken in Nederland
moet je oppassen plaatsen. Ja, ja, want hoe zou dat zijn? Stel voor het zou lukken. Het appartement, ja. En we wonen daar. Dan wonen we gewoon bijna bij jullie in de straat. Ja, dat is heel leuk. Ja, toch? Kunnen we ook eens ruilen? Ja. Ja, jullie mogen best bij ons logeren, hoor. Oh, dat is leuk. Kijk, hier is het, dames en heren. Ja. Dit gaan we nu bezichtigen. Dus wat je daar ziet, de vierde en de vijfde. Zo. Daar zijn we dan. Hoppakee. Auto geparkeerd. Is oma eruit? Nee. Oh, zit ze er nog in? Huh? Hey, kom er dit niet uit? Nee, dat doe ik niet expres. Nee, dat was een foutje. Ik deed hem al op slot. Ik dacht iedereen is eruit. Nou, we hebben de auto neergezet en we gaan hier dan even bezichtigen. Het is een beetje slecht weer, maar dat maakt verder niet uit. Hierboven is het. Goeiedag, alles goed? Ja, mooi. Zijn we weer. Zo. Dit is van wat? Nou, vijf maal sterk. Ja. Ja, inderdaad, ja. Vijf maal sterk. Maar die ene heeft nog niks te vertellen. Nee, oma heeft het meeste te vertellen, denk ik. Oh ja? Ja, oma wilde altijd al makelaar zijn, dus laat je niet gek maken hoor, Alex. Dan doe ik een stapje achteruit. Zo, daar gaan we. Ja. Je wordt gebeld, oma. Ja. Dus is iemand aan de lijn? Ik zal wel. Ja, Sinterklaas. Nee hoor, niks. Wanneer is dat weer? Nee? Nee, niemand. Hoi. Ja. Ja, oma is er wel. Ja. Wie is dat? Ja, dat is de makelaar. Oh, ja, hallo. Oh, niet waar. Zeg, maar schiet je niet op, ja? Oh, nee, die lift duurt wel even. Ja. Oh, wat gemeen. Dat is toch wel heel erg. Nou, daar zijn we. Gaat u voor, mevrouw? Ja. Hier moet een hekje voor. Ik moet jullie wel even waarschuwen, want de verkoop is ondertussen verhuisd. Dus vanavond het leeg is, overal wat rommel ligt. Ja, dat is niet erg. Ja, even voor de beeldvorming voor jullie, dames en heren. Maya en ik hebben dit eerder stiekem bezichtigd, zonder het jullie te vertellen. En toen stonden alle meubels er nog, het bed, kasten, tafels, noem alles maar op. En nu is het helemaal leeg, dus dit is wel echt in één keer een ander gezicht. Oh, dat vind ik juist leuk. Oh, dit is de achterkant. Ja, vind ik ook heel erg leuk. Ja. Oma, kom eens kijken. Wat ligt daar? Dat weet ik niet. Wat is dat? Dit hebben ze laten liggen. Dit is de Noord. Ah, dat doe je. Ah, nee, dan. Nee, dat is niet van mij. Dat is niet van mij. Dus blijven van liggen. Wie dan? Dat is blijven liggen. Dat is niet van mij. Maar die moet Enzo wel gebruiken. Ja, serieus. Dat heb ik je dan niet neergelegd. Wat is dat voor ding? Dat soort dingen komen dus later onder het bed vandaan. Ja, maar hier stond eerst een grote slaapkamerbed. Ja, dat heb ik niet gedaan. Ik laat mooi liggen. Moderne mensen dan. Ja, ik weet niet wat voor mensen het zijn, maar ja, die laat het liggen. Ja. En ik heb wel even de lampjes snel aangedaan, maar de spulletjes heb ik niet opgedaan. Nee. Bent u ook nieuwsgierig naar de techniek? Ja. Ja. Oh ja, de ketel. Oh ja. Hebben jullie ook nog gas? Ook op de ketel? Maar dan werkt het op dezelfde manier. Ja. Als wij gas tekort hebben, mogen we bij jou lenen, oma? Ja, of niet? Oké. Nou, dan gaan we naar de volgende kamer. Okay, jullie kunnen ook al zien, dames en heren, dat hier eerst kasten stonden. Zijn dit jouw overhemd al, Enzo? Nee, dat zijn mijn overhemden niet. Je ziet mij niet vaak in een overhemd. Dus ja. Kijk, elke kamer heeft airco of verwarming, wat je zelf wil. De WC, dicht bij de slaapkamer. Ja, de WC. Ja, dit is de WC inderdaad. Ja. Ziet er mooi uit. Kom maar, wil deze douche. Oh, wat is er? Ik heb zo'n armoedige douche. Oh, dit is mooi. Oh, lieve. Dit was in de Huizingenhof, hadden wij dit net. En toen gingen we verhuizen. Ja, dan had je het niet moeten doen. En iedereen heeft een prachtige douche en wij hebben een vriendelijk. Oei, oei, oei. Ja, dit ziet er wel heel erg mooi uit hoor, dames en heren. Deze badkamer hier, die is echt super netjes. Ja, dit is ook schitterend. Kijk, zo had ik dat. Ja, wat staat hier op? Warm en koud. Officieel wel, en in 2000. Oh, jee. Dat is wel een grote, hè? Oh, hey, proef. Die gaat aan. Oh, zo, kijk. Hele grote. Mooi hoor. Mooi, hè? Zo, nou, dat is de douche. Dat is mooi, hè? Tranen springen in mijn ogen. Tranen springen in je ogen. Oh, dat hoef ik niet te zien. De meterkast wil je niet zien? Nee, wat mooi, dik ook. Prachtig. Vind je niet? Ja, ik vind het tot nu toe ook heel mooi. Ja, en wat is dit? De keuken. Oh, ook mooi.
Nou, oma die had eigenlijk makelaar moeten worden hoor, want die vindt alles prachtig en mooi en die zou het zo kunnen verkopen, denk ik. Ik vind niet alles prachtig en mooi, maar dit vind ik wel mooi. Oh, dat is fijn. Ik heb wel verschil in zo hoor. Nu open. Oh, maar hier, dit en niet. Het is de vaatwasser. En dit, dames en heren, is de woonkamer. Moet je kijken hoe groot dat is. Echt heel erg mooi. Ja, dit vind ik echt, dit is toch fantastisch. Dit is mooi, hè? Oh, hier kunnen jullie ons zien aankomen. Ja, dat is dus het mooie, dames en heren. We kunnen vanaf hier kunnen we net niet het huis zien van opa en oma. Nee. Maar we hoeven alleen maar een brug over en dan de straat uit en dan zijn we bij opa en oma. Ja, en dit is echt ongelooflijk. Ik heb altijd al tegen Maimon gezegd, sinds het moment dat ik Maimon ken. Want Maimon die komt dus uit Borger, dat ligt vlakbij Assen. En Assen, daar kom ik vandaan. En ik heb altijd al vanaf het begin tegen Maimon gezegd, als ik ooit naar het noorden ga, wat ik heel graag wil later, weer terug naar het noorden, dan zou ik heel graag iets willen kopen aan de vaart in Assen. En hier staan we dan, aan de vaart in Assen. Op een Frans balkon. Op een Frans balkon. En dat betekent dus dat je geen buitenbalkon hebt, maar een Frans balkon betekent dat er hier een hekje zit en dat je vanaf hier kan kijken naar buiten. Dit moet voor het start voor het kind nog wat hoger. Ja, vind je? Ja, ja. Dit, dames en heren, is toch niet normaal. Kijk even naar het uitzicht. Ongelooflijk. Dit is gewoon het uitzicht van 4 hoog hier aan de vaart in Assen. Ja, de Sinterklaas is net geweest, maar die komt altijd hier aanmeren. Die komt dan met de boot, komt hij zo. En dan gaat hij daar aan het einde gaat die, aanmeren. Mag je die installeren, Alex, en de vlag houden op de muur zomaar? Van mij wel, maar ik denk dat we er wel even toestemming moeten vragen. Oké, oké. Ja, want dit is een appartementencomplex. Dus je deelt het met anderen en dan heb je dus ook een VVE. Dus dat is zeg maar dat je gezamenlijk dingen moet bepalen. En de voorkant van dit gebouw, ja, daar mag je niet zomaar iets aan veranderen. Dat moet je altijd in overleg doen. Dus zomaar een vlaggenhouder op de buitenkant plaatsen, dat moet je overleggen. Maar dat zou wel heel erg mooi zijn natuurlijk. Ja, super mooi. Kijk dan. Oma, ja. Wat ben je aan het doen? Nou, dit. Dat doen ze expres. Kijk, want anders dan wordt het groen. Snap je wel? Ze hebben het schoongemaakt. En dan doen ze dit ertussen, zie je? Oh, zodat hij kan luchten. Even kijken waar oma nu weer heen is gelopen. Ja, ik zie dat lampjes. Die staan hier om mee te nemen. Nee, oma, die staan hier niet om mee te nemen. Nee? Die ben niet. Die ja, maar dat is van de eigenaren die hier wonen, die aan het verhuizen zijn. Oma, laat staan, daar mag je niet zomaar aanzetten. Dat is van die mensen. Nee, die ben nou weg, zegt de makelaar. Ja, maar die komen dit nog ophalen. Dat zijn hun spullen. Nee, dat denk ik niet. Dat is wel zo. Oma. Ja. Dat moet nog opgehaald worden. Dat staat niet mee. Nee, maar dan wordt het dus niet naar de eigenaar toegebracht, maar dan gaan ze wel naar de vuilstort. Oh, ja. Maar dit is dus wederom een. Dit was eerst het kantoortje wat die mensen hadden. Daarom zit er ook geen deur in hier, omdat je gewoon in één keer door kan lopen. Ja. Maar als we hier een deur neerzetten, dan hebben we dus gewoon nog een kamer. Kijk eens. Dat is perfect. En die stofzuigerkeur, kun je ook zo gebruiken. Voor de zoveelste keer, dat is van die mensen. Die ben al weg. Oké, okay, oma, ik ga je, voordat jij weggaat, ga ik jou fouilleren. Ja. Ja, want ik geloof, ik vertrouw het niet helemaal. Dan gaan we nog naar boven. We nemen de trap mee omhoog, dames en heren. Zullen we eerst naar die kamer gaan? Ja. Dus als je de trap opkomt en je gaat naar rechts, dan kom je meteen in een kamer. En dit is dus een slaapkamer. Oh, dit is toch zo fantastisch dat dit er is. Dat heb ik nog nooit in huis gehad. Dat dit er zo in is. Gaat het voor u regelen. Ja, dat ziet er mooi uit, hè? Ja, en voor jonge kinderen kan dit ook als bedsteden worden gebruikt. Oh, ja. Okay. Ja, inderdaad. Mooi uitzicht ook hier. Dat is mooi uitzicht vanaf hier. Oma, wat ligt daar? Ja, weer zoiets gek. Op en zo. Wel donker hier, hè? Nou, die hebben overal gelopen. Wij hebben niet meer. Wat is dit voor een vak? Wat hebben ze hier gedaan? Was hier het bedrijf of zo? Ik weet het ook niet. Oh jee, ik zal hem wel meenemen. Oké, dan gaan we van die kamer gaan we naar de badkamer. Ik weet nu al hoe oma gaat reageren. Prachtig. Ja? Oké, okay, gaan we even kijken of oma inderdaad zo gaat reageren. Let op. Toilet erbij, supermooi hoekbad.
En dus een mooie grote spiegel. En dan hierachter, achter de deur, ja, zit de douche. Kijk, zit hier een douche. Oma is aan het praten met de makelaar. Nou, daar komt oma, ja? Ik denk wat jij zegt, ja. Kom kijken in de badkamer, oma. Oh, nog één? Jezus, wat mooi. Oh, dit is mooi. Luxe. Daar houd ik van. Kijk, ja, deze heeft daar neerleggen. Geen balkon, maar ja, naast het huis. Maar die is echt niet van mij. Die heb ik echt niet neergelegd, hoor. Die lag daar echt nog. Ja, die lag onder het bed. Ja, sowieso. Maar nu neem ik hem gewoon mee omdat ik het grappig vind. Dus ik ga even oma weer vragen of ze in de kastje wil kijken. Die heeft wel een bank. Nou, oma. Wat is er nou weer, jongen? Dit is echt super mooi. En ook de kastjes. Ja, die is schip. Hij weer dat erin gelegd. Nee, natuurlijk niet, joh. Ja! Het is toch wat? Oh, Enzo. Ik heb je zo'n goede opvoeding gegeven met je moeder. En er is niks van terecht gekomen. Oh, wat mooi, baas. Hier kun je samen wel met drie in. Ja, zeker. Ja, ja. Zullen we een keer erin openen, oma? Ja. Oh, je bedoelde mij en Marion en de Kleine. Oh. Oh, dit is perfect, Alex. Als oma vervelend is, ja, dan kunnen we haar daar neergooien. Ja. We kunnen testen. Ja, dat zijn de airco-leidingen, radiatorleidingen en elektra. Dat is perfect. Dit is ook leuk. Ja, dat is ook niet om mee te nemen, oma. Mijn handen jeuken. Dat is de Tower Bridge of zoiets? Ja, volgens mij wel, ja. Van Lego. Prachtig. Ja, dat is leuk gedaan. Oh, dat hebben ze laten staan, hoor. Nee, dat zijn ze vergeten. Dat komen ze nog halen. Oh, wat jammer. Nou, dan hebben we hier nog een slaapkamer. Nee. Helemaal boven. Ja. En hier hebben we drie raampjes. Kijk, ja, dat is mooi. Ja, is dit de enige die je open kan doen? Ja. Nou, ja, dat is ook niet... Je hebt ja genoeg om op te bergen. Ja, is ook zo. Maar deze kan open, ja? Ja, of niet? Duwen, denk ik. Niks boven drukken. Oh, maar dat kan ook. Hè? Hier kun je wat gaan... ligt daarin? Hier... Ja, ik kijk niet meer, hoor. Ja. Nee. Dit is toch vreemd. Nee, we kijken. Hey, we kijken, hoor. Ja, is... Oh, daar hebben we hem weer. Ongelooflijk. Ah. Oma. Oh, dat zijn schroefjes. Ja. Ja, ze zegt leg maar terug. Dat we even op kinderspuren maar als ik ook zit bij heel veel vader. We moeten echt oma fouilleren, hoor, straks. Ik geef vertrouwen helemaal niks van. Zo, schat. Wat vind jij ervan? Ik zie het wel, hoor. Ja, je ziet het wel voor je. Maar daar hebben we het over gehad. Ja, dat is waar. Heb je altijd al in Assen willen wonen? Nee, dat niet. Jij wel. Ik wel. Maar wel in het noorden. Gewoon ja, in de buurt bij mijn ouders. Het is nu 20 minuutjes vanaf hier naar mijn ouders. Ja. En ja, in het dorp waar mijn ouders wonen hoefde ik niet per se terug. Nee, dat zei Marion wel van. Ik hoef niet per se in Borgen te gaan wonen. Nee. Maar toen dit dus te koop kwam en we dat te horen kregen, toen hadden we allebei zoiets van, wow, het hoogste plekje aan de vaart. Waar ik dus gewoon gezegd heb tegen Marion van, als we naar het noorden gaan, wil ik heel graag in Assen. Toen zei Marion, dat zou ik ook wel willen. Toen kwam dit te koop. Toen dachten we van, wow. Dit is perfect. Dit is echt perfect. En zeg maar, waarom heel veel mensen dit juist niet fijn vinden, is omdat het geen tuin heeft. Of geen buiten, geen balkon of zo. Maar wij klopt, vinden dat juist in dit geval heerlijk. Want we hebben in Soesterberg de grootste tuin die we kunnen wensen. Ja, klopt. Dus ja, hier hebben we die buiten ook niet nodig. En als we buiten willen zitten, lopen we naar opa en oma en kunnen we daar lekker zitten. Hebben jullie nog een stoel nodig? Wij hebben die rode stoel over. Ik kan hier ook zo staan. Nee, dat is niet nodig, hoor. Wel heel lief, oma. Oh. Ja. Oh. Wel heel lief. Graag gedaan. Ja. Maar dus, dat gaat niet door. Nee, dat gaat niet door. Ik vraag de hele familie. Niemand wil hem hebben. Oma probeert van een stoel af te komen. Iedereen zegt nee. Wat voor cijfer geef je het? Dit huis? Ja. Nou, voor jullie een 9+. 9+. Ja, voor ons is genoeg dit. Ja, alleen deze verdieping. Ja. 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 Ja, super mooi. En we kunnen echt net niet jullie huis zien vanaf hier. Nee, gelukkig. Ja. Oei, 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 gelukkig zegt ze. Even kijken, wat voor datum is vandaag, Alex? 9. Het is 9 december. Ja, prachtig. Ja, weet je wat het mooie is? Nou? Wij krijgen 18 december de sleutel hiervan. Oh, wat duur. Prachtig. Dus we hebben het al gekocht. Ja? Heb je het al gekocht? Echt? Ja. Oh, stik. Ik dacht dat je nog aan het oriënteren was. Nee. Jezus, oh, mooi man. Hem zoals voor de gek gehaald. Ja. Kijk, en daar ging in dat ik zou zeggen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, leuk. Oh, dan kun je mooi ons straks in. Maar goed, ik zal jullie nu even beelden laten zien van de eerste bezichtiging die we hier hebben gedaan. Want dat heb ik wel gefilmd. Omdat
We wilden het dus ooit een keer bekendmaken. We wisten niet wanneer. We hadden niet verwacht dat het zo snel rond zou komen allemaal. Dus het is veel sneller gegaan dan we hadden verwacht. En daarom leek het ons heel erg leuk om Open Oma mee te nemen voor een bezichtiging. Terwijl we het eigenlijk al gekocht hadden. Ik heb je voor de gek gehouden, hè, oma. Ook Alex heeft je voor de gek gehouden. Dat is heel moeilijk, hoor. Ik kan nu eindelijk stoppen met toneelspelletjes. Ook de makelaar zit in het complot. Maar wel echt heel leuk. Ja, echt super mooi, dames en heren. Wij vinden het echt super fijn om hier in het noorden altijd te zijn. We krijgen heel veel rust altijd hier in het noorden. Zoals ik al zei, opa en oma wonen hier in de buurt. De ouders van Maaien wonen hier in de buurt. Heel veel vrienden van ons wonen hier in de buurt. Dus we vinden het heel erg leuk om hier te zijn. En we vinden het ook heel erg fijn, het idee dat we, als de kleine er is, dat we ook de kleine hier kunnen laten opgroeien en niet alleen in Soesterberg. Precies, en ook gewoon een band kunnen op laten bouwen met opa en oma en met mijn ouders, eigenlijk de opa en oma dan, want dit zijn overgroot opa en oma. Ja, klopt. Maar ja, dat vind ik wel echt heel mooi en bijzonder dat we dit kunnen doen. Ja, dat is echt super bizar. Ik snap natuurlijk dat het een extreme luxe is dat dit kan, alleen het kan. En je leeft maar één keer, en waarom dan niet? En daarom hadden we ook allebei zoiets van, we gaan het gewoon doen. Want het is mogelijk. En het is de perfecte plek. Want dit is niet normaal. Dit was gewoon echt een super mooie kans. En die hebben we gewoon gegrepen. En het is gewoon gelukt. Ja. Ja, echt super blij. Echt super blij. Het is heel moeilijk om te bevatten. De sleuteloverdracht moet nog komen. Het is wel bijna al. Is bijna. Binnen 2 weken is dat al. En dan gaan we natuurlijk hier weer heen. En dan gaan we alles hier inrichten en klaarmaken. En dat als dan de baby er is, dan hebben we hier ook een kamer en alles. En ja, zo bijzonder. Daar hebben we allebei zo ongelooflijk veel zin in. En de cirkel is rond of zo. Ik weet niet wat het is. Maar ik ben natuurlijk begonnen met mijn YouTube in Assen. En nu later, dus 10 jaar later, kom ik weer terug. Maar dan met een prachtige vriendin en de kleine. Nou, dan is het cirkeltje rond. Dus dit is echt fantastisch. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus dat is echt, nou, het is top. Wij vinden het mooi. Ja, wij zien het wel zitten. Ja, om af en toe hier even te komen. Ja. Nou, die stoel, die staat helemaal daar. Ik weet dat de witte brug. Wij hoeven je stoel niet, oma. Nee. Dan heb jij hem door. Zo, dan lopen we weer naar buiten, dames en heren. Niet normaal, toch? Echt een mooie plek dit, hoor. Echt een hele mooie plek. Bij het water gewoon, bij de vaart. In Assen. Ik ga gewoon terug naar Assen. What? En ik heb natuurlijk tegen Milan gezegd van, yo bro, in Assen, man, dus we gaan weer terug. We gaan weer terug naar Assen, dus Milan en Elisabeth zijn altijd welkom hier. En we gaan ook een kamer maken voor Milan en Elisabeth, zodat ze altijd naar het noorden kunnen en hier lekker kunnen logeren. Maar echt, super mooi. Dit is echt, echt fantastisch. Zo, komt u maar, meneer. Nou, dan veel plezier bij het voetbal. Ja, dankjewel, jongen. Ik ben blij dat je ons even hebt laten zien. Mooi zo. Mooi. Nou, dan gaan we elkaar vaker zien. Ja. Nog vaker. Dat mooi zijn. Ja, toch? Ja. Nog gewoon maken, knuffel. Nou. Hartstikke mooi. Ja? Ja, we gaan het nog een keer vieren, hè? Ja, zeker. Ja, vind ik wel heel leuk. Ja. Dat we het vieren. Nemen we een fles wijn voor jullie mee, ja? Ja, dat hoeft. Ja, dat mag. Dat hoeft. Niet. Nou, ik kan ook wel zonder wijn. Ja. Maar, nou, een glaasje wijn per dag. Dat is wel fijn. Nou. Oké, veel plezier vandaag. Ja, doei. Oei, wat een belabberd weer. Hoppa. Zo. Weer met z'n tweetjes. Yes. Zo. Drietjes, hè? Drietjes. Oh. Ja, zijn we. Oei, oei, oei. Open oma, die gaan dus nog even naar het voetbal hier in de buurt. Dan gaan ze de tweede helft nog even kijken. En wij gaan door naar Groningen. Yes. Want wij gaan naar Romee toe. Die gaat schaatsen bij de Holland Cup. En Marvin die sponsort haar met KP Active. Dus het is wel leuk om even aanwezig te zijn. Zeker. Maar ik wil niet te veel in herhaling vallen. Maar het is zo bijzonder dat we nu dit hebben kunnen doen wat we hebben gedaan.
Echt bizar. Is echt niet normaal. Echt bizar. Je zou haast zeggen dat alles gewoon te goed gaat op dit moment in ons leven. Dat er gewoon iets fout moet gaan. Nee, maar daar gaan we niet vanuit. Ik zou niet weten wat, want ja. Nee, klopt. En daarnaast, ik heb er ook gewoon al vanaf dag 1 en nu natuurlijk ook Myron zo hard voor gewerkt. Dit lag trouwens in dat huis op de grond. Ja, dat dacht ik wel. Oh, godverdorie. Niks tegen opa, zeg. Opa ziet deze vlog altijd. Ja, sowieso. Oké, doei oma. Doei. Ciao. Nou, die komt natuurlijk uit mijn portemonnee. Die hebben we echt niet uit het huis gehaald. Even voor de duidelijkheid. Maar het verhaal hierachter is, en ik denk dat de meesten die al langer de vlogs kijken dat weten. Maar het verhaal achter dat ik mijn oma zo nu en dan geld geef in de handen zo, is omdat vroeger heb ik heel veel geslapen bij mijn opa en oma. Altijd met de vakanties, omdat we woonden in Den Haag. Maar we hadden altijd heimwee naar Assen. Dus we moesten vaak huilen omdat we graag in Assen of wilden wonen, of gewoon heen wilden naar onze vrienden. Dus daarom is Assen ook zo speciaal. En oma die gaf heel vaak 10 euro, 20 euro, 50 euro. En dat drukte ze dan in onze handen. En dan zei ze, niet aan opa vertellen, niet aan opa vertellen. Omdat, ja, oma die wilde dat gewoon aan ons geven. En nu doe ik dat terug voor oma, nu zoveel jaren later. En daarom zeg ik ook, het is zo mooi dat het cirkeltje is rond. Gewoon dat ik dit allemaal kan delen met Myron, dat wij dit kunnen doen. En dat ik dit kan terugdoen voor opa en oma en dan af en toe zo. En natuurlijk heb ik ook leuke dingen voor opa hoor, daar niet van. Maar om dit zo af en toe bij oma te doen is zo'n heerlijk gevoel. Het is gewoon, het komt gewoon samen en dat is heerlijk. Ja, dat is echt mooi. Ik vind het echt zo mooi. En ik denk dat het ook wel belangrijk is voor mensen om te weten dat we wonen super fijn in Soesterberg. En dat is ook echt wel ons droomplekje nu. Alleen, we wonen wel in Midden-Nederland puur voor werk eigenlijk. Zodat je overal een beetje dichtbij zit. En toen eigenlijk we erachter kwamen dat ik zwanger was, dan hadden we wel echt zoiets van ja, maar die kleine moet ook gewoon iets meekrijgen van Assen en van het noorden. En, want we hebben beide gewoon zo'n sterk gevoel bij het noorden. Gewoon de rust die het uitstraalt. Gewoon lekker de bossen en dingen. Dat heb je bij ons ook, maar in het noorden is het gewoon anders. Dus toen waren we het meteen eens van laten we zoeken naar het perfecte plekje in Assen. Klopt. En het moest eigenlijk wel een appartement zijn, puur om privacyredenen. Nou, en dit appartement aan perfect, de vaart. Perfect, dat sluit precies aan. Dat is niet normaal. En aan de ene kant heb ik het een beetje het idee dat ik nu moet praten en zeg tegen jullie allemaal redenen van waarom we dit doen. De mensen die ons lang volgen, die weten waarom we dit doen. En ja, aan de andere kant, we hoeven ons ook helemaal niet uit te leggen dat we dit doen. Want wat ik al zeg, je leeft maar één keer en als het kan, dan kan het. En we gaan er alles uithalen wat erin zit. En dat doen we op dit moment. Ja. Dus ja, wij zijn er gewoon heel erg blij en gelukkig mee. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Zeker. En we zien gewoon een hele mooie toekomst met z'n drietjes. Gedeeltelijk Soesterberg, gedeeltelijk Assen. Ja. En ja, altijd in de vlog zien jullie dat als we naar het noorden gaan, dat we heel erg gelukkig zijn en het leuk vinden. Ja. Dus schatje. Zo leuk. Perfect. Yay! Ja! Dames en heren, we zijn in Kardingen bij de ijsbaan en hier achter mij komt Romé aan op elk moment. Kijk, 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 daar zit ze in de binnenbaan. En Romé die kan zich dus plaatsen voor de NK, ja. Voor Nederlands kampioen. Voor Nederlands kampioenschap. Ja, Nederlands kampioenschap, dat ja. Nou, ja. Dan ben je Nederlands kampioen toch, als je eerste wordt? Ja, dat wel. Als ze bij de eerste 4 of 5 zit vandaag, dus is het wel spannend. En dit is dan de 1500, dus dan zou ze eigenlijk wel. Het is wel een van mijn betere afstanden en de 1000. Dus daar gaat ze. Let's go, baby. Kom op, Romé! Zo fijn. Het is wel koud hier altijd, maar ja, dat is alleen maar goed voor die ijsbaan. Maar dit is wel echt een super mooie schaatsbaan, want hier kan je echt heel erg dicht bij de ijsbaan staan. Want ja, je hebt alleen deze kussens en dan, kijk, je kan bijna de baan aanraken, dus dat is echt top. Dus het is wel heel erg gezellig zo. Als dit helemaal vol staat, is echt sick. Kom op, Romee! Oh, pittig! Die 1500 meter is zo zwaar voor je benen. Niet normaal. Wat vind je van de 1500 meter? Die is echt zwaar, hè? Oh, dat is een soort van gewoon volhouden. Het is gewoon sterven, eigenlijk. Ik denk echt dat heel veel mensen, sporters, niet doorhebben hoe zwaar een 1500 meter is. Nou, dan kom ik ermee weer. Kom op, doortrekken! Ja, ze moeten een hele, hele goede tijd neerzetten. Ja, het is wel spannend, hoor. Ze kakt er wel een beetje in, maar wat logisch is. Maar ik denk dat het lastig wordt. Ja? Pittig.
1500. Het was een zware 1500 meter vandaag op deze prachtige zaterdag. Maar ze heeft haar best gedaan. Zwaarder dan zwaar. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, het is wel even lekker hoor, hier zo. Binnen. Boah, moet je hem kieken. Wat komt eraan, hé? Marvin. Weet je het nog? Een poelie. Nee. Een boelie. Nee. Ik zit te kijken of het erop staat. Ja, ik zit te kijken of het erop staat, maar... Wat is het ook alweer? Een bulldozer. Een Zamboni. Oh, had ik het bijna goed. Goed voor elkaar, de ijsmeester. Zamboni. Daar gaat hij. Ja, die maakt de ijs wel mooi schoon, hè? Maakt het even mooi glad. Zeker. Nou, staan we dan met z'n tweetjes. Ja. Hè? Ja. Ja, er is niet zoveel volk hier. Nee, we zijn de enige sporters voor Romeinen. Ik denk dat de ouders ook wel ergens zijn, maar... Maar we zijn één van de 50 mensen. Of misschien 60. Maar het is echt weinig, echt bizar. Vroeger was het allemaal veel meer, maar goed. Echt bijzonder om te zien eigenlijk, hè? Want ik zei net tegen Enzo, vroeger voor gewoon clubwedstrijden of gewoon zo'n simpele wedstrijd was het echt al 10 keer zo druk als dat het nu is. En dit is best wel een belangrijke wedstrijd en is gewoon nu. Ja, het is, ja, zijn niet veel mensen, maar goed. Daarom alleen maar belangrijk dat wij er zijn. Ja, precies. Om Romee te supporten, dat is ook superleuk. Ja. Ready. Daar gaat Serge, daar gaat Serge. Kom op Serge, kom op! Dan zijn we eventjes langs de pizzeria geweest en hebben we hier even lekkere 2 pizza's gehaald. Ja, lekker hoor. Heerlijk. En dan hebben we pizza carbonara speciale. Dat is pizza met ei. Lekker hè? Dat vind ik heel lekker. En jij hebt lekker met kippie en groenten. Kippie! Heel smakelijk, schatje. Heel smakelijk. Zo, dames en heren. We zijn aangekomen in Hotel Hoogeveen. We zijn even op een housewarming party geweest van Davy en Mark. Was heel erg gezellig. En nu zijn we hier in de hotelkamer. We hebben het wel een beetje laat gemaakt hoor. Ja, ik heb dat eigenlijk helemaal niet echt gefilmd of zo. Maar we zijn van 6:15 s'avonds tot 11:00 s'avonds bij... dat heb ik nog wel gefilmd. Bij Marina ouders geweest. Dat was echt super gezellig. Heel erg lekker gekletst en gechilled. En daarna gingen we naar de housewarming party. En daar zijn we geweest tot nu. 2:00 s'nachts ongeveer. Of 1:30 s'nachts. En Marion die is kapot. Ik ben ook kapot, moet ik zeggen. Dus we gaan heerlijk slapen hier. We hebben echt een prachtige kamer. En we hebben hier echt een super mooi bad. Dus misschien dat we daar morgen nog even ingaan. Ik heb dat nog nooit gezien dit. Maar gewoon een rond bad. Hoe cool is dat? Ja, ruimt ook nog. Oké, bedankt voor het kijken. Het was een hele bijzondere dag vandaag. Lange dag weer, maar echt genoten. Eentje om nooit vergeten. Dus heel erg bedankt allemaal. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan gaan we nu lekker... Met de dikke noedel. Gaan we lekker slapen? Vind je ook fijn, hè? Dat vind ik ook fijn, ja. Je hebt hem in de auto gelegd. Ja, ik zei al tegen Marjane, ik heb de noedel in de auto. Bedankt voor het kijken. Check jullie morgen mijn gloednieuwe vlog om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace.